In deze 75 jaar heeft u daar nog veel actieve herinneringen aan? Ja, heel veel. De VVD is 75 jaar oud geworden. En dat vieren ze hier, in De La Mar Theater in Amsterdam. En AP Nieuws is erbij vanuit de perszaal. Ik weet dat het een theatershow is, want dan sluiten we af met een borrel, zoals je hier natuurlijk hoort. Er zijn maar 1000 VVD'ers bij elkaar. Er is natuurlijk heel veel ellende in de wereld op dit moment, ook in Nederland. Maar je mag maar één keer per jaar mag je wel een keer een feestje vieren. Zeker als je als partij 75 jaar bestaat. Gaat u nog een bitterbal eten? Ik ga wel een bitterbal eten, maar dat hou ik niet van vanwege de VVD, maar ik ben verslaafd aan bitterballen. Ik ben op kantoor samen met Erik van den Burgen op het ministerie getrakteerd op donuts. Dus ik heb wel een donut op, maar nog geen bitterbal. Bitterballen, bieren, voor mij vooral wat witte wijn. Ik ben geen bierliefhebber. Ziet u ook al de opvolger van Rutte hier lopen? Er is geen vacature. Ja, je moet over dat soort dingen pas gaan praten als je weet dat er een vacature is. Hier heel veel mogelijke opvolgers, maar we hebben nog geen vacature. Mark doet het, vind ik, heel erg goed. Dus ik hoop dat hij nog een flinke tijd blijft. Mark is halverwege de 50, hè, dus die heeft nog wel even te gaan. En over 5 jaar is het 80-jarig jubileum. Staat u dan nog steeds hier als minister-president? Zou kunnen. Ja. Ik moet bij de volgende verkiezingen kijken of ik weer door wil. En dan moeten ze in die zaal het ook nog leuk vinden. Maar ik zie te voorspellen.